We gaan terug naar volgende week, vorige week. Wanneer was het precies? Donderdag. Donderdagavond Hadden wij de Loverwoord uitreiking in. Wat was dat? Met, City, City Sense in Utrecht. Citycent, ja. Ja. Wat, wat is dat? Dat is een zalencentrum. Midden in het centrum van, van Utrecht. Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Maar wel een mooie, mooie locatie. Was leuk. Dat, dat is wel apart dat jij als enorme dj dat nog nooit van het zalencentrum gehoord had. Nee, maar het, is, het was ook niet zo heel erg groot. Het was, het was boven was, uh, of nee, het was gewoon een entree en dan een trappetje naar beneden. En daar was ook gewoon een bar en een, en een leuke zaal. Maar ja, daar werd er prijsontreiking gedaan. Maar ja, ik weet ook niet elke zaalcentrum in uh, Nederland hoor. Nee, kende wel heel veel, maar die nog niet. Nee. <laughs> hey, maar kon vertel hoe ging dat daar? En we kwamen daar eigenlijk binnen en toen um, in eerste instantie kregen we lekker een, een glaasje bubbels. En daarna werd uh, de uh, Love Award voor Gelderland uh, werd ons aangereikt. En we mochten doorlopen naar achteren werden we gelijk op de foto gezet met Kim Kutter, want zij presenteerde de hele awardshow. Ja. En daarna was het even wachten. Uh, totdat we allemaal uh, bij, de, bij het podium gingen zitten waar de, de landelijke uitreiking plaatsvond. En in de avond werden er tien categorieën werden er uitgereikt. Dus die gingen ze gestaag af. En uiteindelijk kwamen ze dus bij uh, Beste Bruilof DJ van Nederland. En toen werden wij genoemd. Ja, toen werden wij genoemd. Maar dat was niet zomaar. Want uh, jullie zijn al, waren al de beste van Gelderland. Hè? Ja. Dus je moest moesten tegen die andere elf uh, provincies doen. En worden die dan ook allemaal genoemd? Of hoe gaat dat dan? Nee, die werden niet genoemd. Uh, de, want het was echt gewoon de, de beste van Nederland. Werd eigenlijk naar voren gehaald. En wij ja, de DJ Entertainment werd genoemd. En toen uh, nou, waren wij natuurlijk helemaal blij met ons team. En we zijn toen uh, daar het uh, podium op gegaan. Ja, was leuk. Maar ik neem aan dat er dan ook een soort van juryrapport is. Met andere woorden, waarom zijn jullie de beste? Nou, Dit was echt een publieksprijs. Dus hier zat geen vakjury achter. Hier werd gewoon echt gevraagd: uh, van joh, uh, vraag je fans eigenlijk om te stemmen? En om een waardering te geven. Dus ze mochten ook een cijfer geven voor verschillende aspecten. Zoals service en uh, prijs-kwaliteitverhouding en dergelijke. En, en wat was het cijfer? Ze dus kwamen op een 9,7 gemiddeld. Dat kan het dus eigenlijk niet beter. Nee, een 9,7 heb ik nog nooit gehad op school, Eli. <laughs> ik was er ook heel content mee. Dat is al 9,7. Uh, maar heb je dan toch nog zelf waarvan je zegt, nou, ik zou mijn dienstverlening op dat of dat terrein toch nog wel iets beter kunnen maken? Nou ja, dit is natuurlijk echt gericht op bruiloft-dj. Dus dat, dat, daar, daar moeten we ook op focussen. Hè? Dat is gewoon ook, wij doen heel veel bruiloft per jaar. Dus dat is gewoon een, een waardering, zeg maar, voor wat wij doen. Ja. Kijk, en wat Corin ook daar op het podium zei... is van ja, weet je, we doen eigenlijk nog wel veel meer natuurlijk. Hè? Met uh, live-artiesten, met saxofonist, violist. Dat is, dat, het wordt steeds uitgebreider. Dus het is niet alleen maar meer dj. Dus, Maar ja, weet je, de, de, ja, de prijs is natuurlijk leuk om in ontvangst te nemen. Ja. Daar zijn we wel blij mee. Ja, het, het is eigenlijk heel mooi dat onze basis nu bekroond is, zeg maar. Want Dennis ja. is natuurlijk echt begonnen als Bruiloft DJ ja. en inmiddels zijn we onwijs uitgegroeid en doen we allerlei dingen erbij, mm -hmm. maar dat die bruiloft DJ nu bekroond wordt, dat is wel gewoon heel gaaf. Ja. 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 En um, wat betekent dat publicitair voor jullie? Want ik, ik denk dat dat een beetje de achterliggende gedachte is, hè? want dat levert rumoer op. Ja. Dat sowieso. En dat vinden wij ook fijn. Want we doen natuurlijk best wel veel met, met social media. En met, uh, nou ja, goed. Ook met, met, met beurzen en dat soort dingen. Om ons te laten zien. Ja, kijk. En dit is natuurlijk, uh, ja, dit hoort er ook een beetje bij. Kijk, als je zo'n prijs krijgt. Is het natuurlijk leuk. Als je vanuit, inderdaad, vanuit de bruisbaar zelf. Maar ook vanuit de branche. Zeg maar. Uh, als beste naar voren komt. Dat is sowieso leuk. Maar het is ook voor de rumoer leuk. En inderdaad, voor de PR. Absoluut. Ja. Maar wat, want geef eens een indruk, de komende week hoeveel, hoe vaak, of de komende twee weken, hoe vaak ben, zijn jullie dan bruilofts dj Oh jeetje, dit is niet echt het hoogseizoen voor trouwen, zeg maar. Hm. Dus, <laughs> nee, dus dit, deze week is het niet zoveel, maar als je vanaf april, mei ongeveer, dan begint het uh, seizoen. En ik denk dat we dan op zes, zeven bruiloften wel in de week zitten soms. Ja, ja. 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 Dus oh, dat is Ja. Dat er is. zoveel getrouwd wordt, man. Heel waar, hè? <laughs> en dat is goed ook. En dat gaat ook, weer behalve <laughs> <Ja. van> jullie. <laughs> Nee, maar weet je, kijk, wij doen, wij doen inderdaad wel, wat is het, gemiddeld bijna 200 bruiloften per jaar. En daaromheen natuurlijk ook nog, zoals nu zijn we aankomend weekend hebben we wel vijf boekingen staan. Maar dat zijn dan meer verjaardagen, dat zijn meer recepties en dat soort dingen. Wat meer de, de zakelijke markt ook. Maar ja, weet je, de, de, de bruiloften, ja, dat is echt vanaf het, vanaf het lekkere weer weer. Hè? Dan gaan de mensen weer naar buiten en dan willen ze weer het feestje hebben. Dus uh, ja, dan komt pas weer april mei. Ja.